Zeg, ma. Kan dat niet wachten? Mijn appelflap smaakt al naar boenwas. Wieke, mijn huis moet blinken gelijk een spiegel. We krijgen niet elke dag zo'n chic volk over de vloeren. Wie komt er? Ons Madeleine. Tante Praline? Ja, met haar man Jérôme. Jérôme Dubois. Hij heeft Franse wortels. Ah, dat groent een boer. Nee, maar ik ken onkel Jérôme is notaris. Oh, notaris. Een dikke nek, ja, dat is hij. Bea, een beetje respect voor uw onkel Jérôme, hè? Als jij trouwt, hij valt daar een dikke cent te rapen. Maar ik moet u zijn geld niet. Als wij niet goed genoeg voor hem zijn, hè? Hij niet goed genoeg voor mij. Maar dat is het nu juist. Onkel Jérôme komt voor de eerste keer na mijn kerstfeest. Dus zijn we nu wel goed genoeg voor hem. Oh, amai, ik voel mij vereerd. Oh, en ik niet zeker. In elk geval, ik wil niet dat er maar iets misgaat op mijn kerstdiner. Markske, doe dat alsjeblieft geen stommiteiten, hè, jongen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, hè, ma? Op de kader, voilà. Hier zijn we ermee, zie. Maar wat is dat voor een scharminkel? Ah, wel, dat is de exclusieve kerstboom die jij bij mij besteld hebt. Maar dat is een halve boom. Ah, natuurlijk. Ja, maar dat is een muurmodel. Ah, nee. Waar wilt je hem hebben? Hé, hier. Buiten. Pak hem maar gauw terug mee. Maar, enfin, maar dan, Pascal, zo'n unieke boom. Jan Hoed heeft er nog een smak geld voor willen geven om in zijn museum te zetten. Maar ik heb gezegd, nee Jan, zo'n prachtige boom, dat is niet voor Jan publiek, dat is voor madame Pascal. Hij wil bel naar Jan Hoed en zeg dat hij hem toch krijgt. Ik wil een hele boom met Fernand en een kleinere. Maar Roffin? Oh, ik hoor het ons Madeleine al zeggen. En wel, Pascal, kun jij je maar een halve kerstboom permitteren? Madeleine, wie is Madeleine? Mijn tante. En ons ma die denkt dat ze de koningin van Engeland is. Nee, Pieke. Tante Madeleine denkt zelf dat ze de koningin van Engeland is. Maar ik ga haar dit jaar eens laten zien dat ik voor haar niet moet onderdoen. Ah, wel, dan ga ik voor u speciaal een andere boom zoeken. Nee, Fernand! Goed, maar dan eerst een druppelje. Fernand! Ja, maar... School, hè, wat dan, Pascal? Bij Balthazar Boba, PDC van de Boba Vlees in de... Ah, bidou! Bassoussou! Borgen, de Christmasparty in de Pussycat. Dat is zeker dat ik daar naartoe kom. En wat staat er op de menu, hè? Borsten of billen? Alle twee. Ik zal moeten zien dat ik mijn mond niet scheur. Ja, Carmen, I'm busy. Meneer Pasteur. Madame, ik wil niet dat u nog langer met een appareil bezoedelt met uw vulgaire praat. Ik ben een respectabel man. Ik ben u nog wel. Oh, met al die stalking van tegenwoordig. Zet u, meneer Pasteur. Dank u. Zie, dat is nu al weken, hè? Dat de facteur... De post van mijn gebuur deponeert in mijn bord. Ja, ja, maar ik versta dat, hoor. Het vlees is zwak. Zwak? Rot, ja. Hoe mensen zich laten verleiden door zo'n goddeloos en goedkoop amusement. Het is een echte schande. Zij wordt uitgebuit, hè? Door de schuld van op lust beluste mannen. Ja. Hoe onze samenleving zo'n zedenverloedering tolereert. Het loopt de spuitgaten uit. Die boekjes zijn nog maar het topje van de ijsberg. Hè? Neem nu die nachtclub in ons dorp, de Pussycat. Juist, ja. Ik begrijp niet wie één voet binnenzet in zo'n tempel des vlezes. Oh, de zedeloze, hè? Heidenen, geobsedeerde seksmaniakken, hè? Hete roffielen. Wat er gebeurt, mijn gedachte. Dat is de pin-up club en met Emmanuel in het echt. Hè? U kent dat zo goed? Van ogen zeggen, hoor. Van ogen zeggen. Maar zet u, hè, meneer Pasteur. Dank je. En zeg een keer, welke wind waait u hier binnen, hè? Ik kom u om een... gunst vragen. De business zit wel op zijn gat. Oh. Ik kom u geen geld vragen. Ik wil een beroep doen op uw kampioenen. Oh, zoekt je nieuwe misdienaars?
Ik probeer de verloren schapen weer bij de kudde te brengen en daarom wil ik de lokale verenigingen meer mededeelzaam maken aan het christelijk gebeuren. Daar kan ik in komen, hoor. U weet dat ik op kerstavond een levende kerststal voor mijn kerkdeur plaats. Oh, hij komt vragen of dat jij de ezel wilt spelen. Ik hoopte bij uw kampioenen een Jozef en een Maria te vinden. Oh, quelle horreur. Hey, daar komt in de sacoche, kameraad. Dus ik kan erop rekenen? Ja, vanzelfsprekend. Er zal nog nooit zo'n schoon volk in uw kerststal gezeten hebben, hè, meneer Boma? Ah, zeker, daar. En we vinden in ons ploeg zeker twee vrijwilligers, hè, Carmen? Oh, dat mocht gerust zijn. En mensen met toneelervaring, hè? Mooi. Dan verwacht ik Jozef en Maria morgenavond in de kribbers. Ja, je. Carmen, laat jij meneer Pastoor een keer buiten, hè? Pak vast, meneer Pastoor. Voor de armen in onze parochie. Dus de heer dankt u. Meneer Boma, die sukkels die zien al genoeg af, hè? Jo. Kom, meneer Pastoor. Kom. Meneer Pastoor, ik zal u niet ontgoochelen. Morgen zet ik de vertolking van mijn leven neer. Bedoelt u dat u Maria speelt? Ah, ja, natuurlijk. Wie anders? Heb ik er het postuur niet voor? Ja, en wat gezeten, dat is allemaal echt, hè? Ja, niemand speelt de rol van de heilige maagd met zoveel heiligheid als ik. Maar dat geloof ik zeer graag, maar... Oh, ik wist wel dat je de zevende hemel zou zijn. Kom hier. Oh, excuseer, pardon. Ik moet mijn klokken nog gaan luiden. Laat ze maar klinken, mijn zoon. Halleluja! Maar, wat zei jij aan het doen? Ah, kerstmis! Ja, schatje. Er gaat toch niks boven een fris gekuist huis. Goedemiddag, Altagader. Ah, wat dan, Pascal. Hier ben ik al terug, hè. En met de kerstboom die nu zal bekoren. Fernand, beziet dat nu eens. En ik heb pas gekuist. Serieus? Ja. Zeg, je hebt er precies je voeten aan geveegd. Nee, jij had beter eerst je olifantenpoten aan de voetenmat geveegd, ja? Nu kan ik terug opnieuw beginnen. Allee, Bo, waar is mijn kerstboom? Aha. Een uniek stuk. Tadadam. Oh, wauw. Fernand, dat meent je niet. Zo'n belachelijk stuk onkruid. Maar, pardon, madame Pascal, dat is een unieke bonsai kerstboom, hè? Hey, daar gaat uw zuster Madeleine jaloers op worden, hè? Ja, ze gaan mij uitlachen, ja. Bij haar thuis staat er waarschijnlijk een boom die zo groot is als die op de Brusselse Grote Markt, ja. Amai, hebben die zo'n groot huis? Oh, het zal nog niet zijn. Dat is dan precies een museum. Vol antiek. Pieke, kom. We gaan een kerstboom halen bij de supermarkt. Wacht. Fernand Kostermans zal de perfecte kerstboom leveren. En tegen de vriendenprijsje, hè? En een normale boom deze keer. Geen probleem. Maar eerst even uitblazen en zeg... Oh, mijn fles staat er al. Geneer u vooral niet, Fernand. Doe gerust alsof je thuis bent. Oh, merci madame Pascal. Voeten van mijn tafel. Maar Pascal, maar je hebt zelf gezegd, doe maar alsof je thuis bent. Ja, zeg. Allee, Bieke, hier, schrijf jij mijn menu's uit, hè? Wow. Ja. Aha, wat schaf de pot? Struisvogel. Struisvogel? In de winter? Dat zal zelfs ons Madeleine nog nooit gegeten hebben. Zeg, waarom eten wij niet gewoon kalkoen? Oh, ik hoorde daar al zeggen. Weer kalkoen. Dat is een overschot van vorig jaar, zeker? Ja, zeg, kalkoen, ik lust dat niet, hè. Zo van die vieze beesten met van die kwammen dingen zonder hun kies. Zeg, wat heb jij daarmee te maken? Oh, Beke, ja, maar ik mag toch naar de feest komen, hè? Ja. Ja, ik ben toch een eenzame mens. En elke fatsoenlijke familie nodigt op kerstavond een eenzame mens uit. Fernand, jij komt hier op kerstavond niet binnen. Maar enfin, dan Pascal, ik had zo graag je zuster Madeleine eens leren kennen. Dikke pech. Maar zeg, maar dat is niet eerlijk. Tegen wie moet ik dan praten op kerstavond? Tegen uw bonsai.
De symbolische herfsttitel is dus voor Club Brugge. Na een flauwe wedstrijd en een zuinige, maar wel verdiende overwinning. Pas in het laatste kwart kon de partij boeien, omdat de Ierse dan wel ten aanval trok en Brugge scherp kon counteren. Ja, maar dat is voor u, hè? Met de nachtmis. Doortje, zeg, ik heb u al gezegd dat hij daar niet naartoe gaat. Waarom niet? Zeg jij dan helemaal niet gelovig? Daar gaat het niet om. Het is toch wel een klein beetje hypocriet om één keer per jaar naar de kerk te gaan. Hè? Goed, dan gaan we vanaf nu elke week. Nee, jij mag doen wat je wilt, maar ik ga niet mee, zeg. Jij hebt echt niks over voor mij. Ik heb van alles over voor u, hè? Maar Danny, dat is nu toch niet zo erg? Oh, niet zo erg. Ik vraag u één keer iets te doen voor mij. Eén keer. Ah, kom, laat ons dan afspreken. Hm? Hey, ik ga niet mee naar de mis. Ja, hè? Kijk. Nee, maar bon. Het volgende dat jij mij vraagt, dat zal ik doen. Waar het ook is. Beloofd. Erewoord. Bonjour, les copains. Petit papa Noël est arrivé. Heeft hij ook cadeautjes mee? Nee. Ik kom u juist vragen of dat je voor mij iets kunt doen. Ah, ik zou maar niet te veel hopen, hè, meneer Boma, want het moet voor meneer allemaal just gepast zijn. Oh, zeg, kom. Vertel maar, voorzitter. Jawel, meneer Pastoor is mij daar juist komen vragen of er geen twee mensen van de kampioenen, Maria en Jozef, willen spelen in zijn levendige kerststal. Ja, hey, Mark en Bieke, hè, die zouden daar heel goed voor zijn, denk ik. Hey, er staat al de nos en de ezel. Ik kan er moeilijk nog een kieken gaan bijzetten. Hè. Nee, kan ik gedacht aan u en aan Doortje? Maar voorzitter, ja, meneer, dat is toch niks voor mij? Oh, jawel, ik wil dat heel graag doen, meneer Boma. God bless you. Kom aan, Doortje, dat meent je toch niet? Ik heb zo'n chance met mijn Paul. Meneer Boma, hij heeft mij juist beloofd dat alles wat ik aan hem vraag, dat hij dat voor mij zal doen. Op zijn erewoord, hè? Ah, oh, dat is goed, mijn gedacht. Kunt je het niet vragen aan Xavier en Carmen? Carmen, als maagd, dat gelooft niemand. Belofte maakt schuld. Zeg, Paul, en je doet het toch ook voor de ploeg, hè? Dat zeker. Dat. Hey, en zo publiciteit, hè? Copain, we rekenen op u, hè? Ja, ik heb niet veel keus, zeker. Dat hoor ik graag, zie. Hij is zo'n schat. En weet je wat? Als we dan toch aan de kerk zijn, hè? Dan kunnen we ineens aan de middernacht missen. Halleluja. Mannekes. Je raadt nooit wie dat er bij Boma was. Minou, Lulu, Froufrou. Oh, nee. De pastoor. Oh my, Boma zijn smaak is ook veranderd. Wat kwam je daar doen? Haha, de voorzitter bekeren. Ik kwam aan Boma vragen of dat hij niet voor een Maria en Jozef kon zorgen. Voor in zijn kerststal. Oh, je moet grote goesting hebben, zeg, om in die vrieskou te zitten. Ja. Oh, wie gaat de voorzitter daar zo zot voor krijgen? Oeh, zeg, Carmen zegt dat het niet waar is, hè? Ja. Wij zijn de uitverkorenen. Oh, amai, daar gaat veel voort naartoe komen kijken. Carmen, jij denkt toch niet dat ik de godganse avond tussen een os en een ezel ga zitten? Allee, Xavier, dat is toch lekker warm? Jawel, dat jij er dan tussen zitten? Nee, wij zijn Maria en Jozef en niemand anders. Zeg, en het kindje Jezus? Oh, die rol speelt ons neerroken. Ik weet niet wat jij je nog herinnert van uw gewijde geschiedenis, maar Jezus was geen hond. Oh. En Maria geen Wendy van Wanten. Ja. Carmen, jij kunt op uw kop staan, maar ik doe het niet. Bon, dan vraag ik je dan Fernand. Die zal dat wel voor mij willen doen. Fernand? Ja. Allee, kom, dat meende niet. Ja, ja. Oh, en dat gaat heel gezellig zijn met ons tweeën in dat kerststalletje. En dan daarna breng ik hem mee naar ons thuis. En dan kan ik hem eens goed opwarmen in ons bedje. Carmen, dat kunt jij mij niet aandoen. Bon, dan weet je wat u te doen staat, hè? Bon, als het dan echt moet... Oeh, Sjoeke, ik heb toch zo'n chance dat ik met u getrouwd ben, hè? Kom hier. Ah, Balthazar. Oh, wat de schabouwelijk scharminkel staat er hier, zie. Kop, hè. Jij moet naar een opticien, ben gedacht. Balthazar, dat is nu toch geen kerstboom voor een PDG. Ah, nee? Oh. Maar, kom maar, jongens. Met mijn voeten, kan eruit. Maar nee. Allee, zeg, zo'n verlodderde struik, daar ga je toch geen indruk mee maken op je zakenrelaties. Zeg, Balthazar. En nog minder op de vrouwtjes, hè. Wie zegt dat? Wie zegt... Ik zeg dat? Trouwens, je spreekt je eigen tegen. Hoe dat? Hoe dat? Hoe dat? Ja, ik hoor het toch altijd en overal zeggen, Boma is groot, Boma is groot. Ja, en als ik dan nu Bomeke hier zie, man, zeg. Klaar dan, hè?
Ja, een boom nodig die macht uitstraalt. Hè. Ja, maar wat ga ik die vinden, hè? Ah, bij mij. Fernand Kostermans, de kerstboomspecialist. Ik kan u een kerstboom leveren waar dat ze op het Koninklijk Paleis alleen maar kunnen van dromen. En wat ga ik met het dier dan doen? Ja, je hebt zoals dat ik een goede mens ben, hè. Ah, wel, ik zal dat borrel van u overnemen, hè. Ja, hela. Dat borrel heeft mij wel 3000 ballen gekost, ik heb eruit. 3000, ja. Ja, wat een zin. Oh, dan hebben ze dus ver bij uw dingen, schat, hè. Weet je wat, ze? 300 frank kan ik je daarvoor geven en dan scheur ik er zelf mijn broek aan. 300 frank? Zeg je... Enfin ja, het is beter dan niks, hè. Je moet zo passen dan dag van vandaag, zeg. Ze hebben hier bij u... Je weet wel, hè, wat je zelf bij staat. Hey, tegen wie zeg je het? Dit u. Mijn ballen! Wat, joh? Huh? Er is een kindje geboren. Wat? Mama, mama. Jozef, help ons. Oké, schatje, no panic. I call Magic Angel. Maaske, hou op met een kerstverhaal te verprutsen. Ja, sorry, hè, ma. Allee, waar blijft die nu toch? Straks heb ik nog geen kerstboom. Oh, zeg, ma. Wie koopt er nu ook een kerstboom bij een voddenmarschal? Ja, zeg. Goedenavond, Altagader. Voilà, zijn we dan, Pascal. Hier ben ik, nieuwe kerstboom. Ja, zeg. Dat werd tijd, hè. Maar hij is magnifiek. Oh, Madeleine, die gaat nogal ogen trekken, zeg. En hoeveel kost hem? 2500 frank. Maar alleen omdat kerstmis is afgerond 3000 frank. Wat blieft? Dan Pascal, ik ben toch ook maar een man alleen met 6 bloeitjes van kinderen en die komen met kerstmis op een rijke voor hun vader staan in hun rolstoeltjes met een uitgestoken hand. Jij zou toch niet willen dat ik die dutjes content stel met een tuttenfruit, hè? Al goed dat maar 1 keer per jaar kerstmis is, hè, Fernand. Ah. Voilà. Hier. Dank u, jij bent een goed mens, madame Pascal. Mijn kindertjes zullen u heel dankbaar zijn. Voilà, en dan heb ik hier nog speciaal lampen bij ze. Wauw, zo groot. Dat is dus de aanbieding van de dag, hè. Dat zijn lampen om buiten in de kerstboom te hangen. Weken, als die buiten licht geven, dan doen die dat binnen ook. Zeg eens, en denk eens dan aan de indruk dat je zult maken op uw tante Madeleine. Allee, 1000 frank. Oh, vergeet het, Fernand. Je hebt mij al te veel geld gekost. Oké. Je krijgt ze gratis. Op voorwaarde dat ik naar uw feest mag komen, zodanig dat ik uw rijke zus en haar vent leer kennen. Nee, Fernand. Dag, Fernand. Ah, wel. Ik zal het onthouden, hè. Hardvochtig mens. Oh. En, geef me mijn lampen terug. Carmen, is dat echt nodig? Ja, dat is nodig. Als het is om op café te gaan, moet ik u niet meesleuren, hè. Kom. Wat komen wij feitelijk doen? Ons geloof beleiden. Als Maria en Jozef moeten wij toch het goede voorbeeld geven. Kom, hier. Allee. Pardon, madame, maar deze plaats is wel gereserveerd. Ah ja, en voor wie? Voor Jozef en Maria. Sjoeke, we gaan daar wel zitten. Nee, Sjoeke, deze ereplaats is voorbehouden voor de maagd Maria. Dat is protocol. Allee, hup. Hier ben ik met u een boom, zeg.
lichter dan een kerstboom. En waar is die andere helft? Oeh, daar is geen andere helft, Ela. Dat is een muurmodel, hè? Schoonmodel. Ik had de mijne moeten houden, hè? Man, je weet niet wat dat gezegd zegt. Zie, die is van een piek. Ja. En denk dan nog eens aan de voordelen van zo'n halve boom. Welke voordelen? Ah, dan valt een helft minder naalden af. Hè? Carmen moet een helft minder kuisen. Jij moet een helft minder betalen, Ela. Dat is 4 keer winst, hè? Ja, maar je hebt gelijk. Ah, ja, maar ik weet wel wat mijn klanten nodig hebben. Nog eens iets, kameraad. Hoe zit dat met mijn ballen? Dat moeten wij niet vragen, hè. Ja, maar de ballen van mijn kerstboom. Ah, die. Oeh, ik heb u daar toch 300 frank voor betaald? Voor mijn boom? Nee, voor uw ballen. Die boom was waardeloos. Maar wat moet ik de dier hier dan decoreren, hè? Momentje. Voilà, zeg. Ah. Dat zijn mijn ballen. Nee, dat waren uw ballen. Maar ik heb die van u gekocht en jij kunt die nu van mij overkopen voor een schappelijk prijsje. Dat ziet je van hier, charlatan. Weet je wat? Je kunt ze van mij leasen. Leasen? Ah, wel ja, je betaalt mij jaarlijks 400 frank huur. En na 5 jaar, dan kun je die van mij overnemen voor een symbolische frank. Hè? Ah, en als ik ze lease, dan kan ik ze volledig aftrekken van mijn belastingen, hè? Voilà, zé. Maak er dan maar 500 van. Ah. Klant is koning. Jij bent een wijze man, Balthazar. En dan nu nog 2000 frank voor mijn boom, hè. Ja, just is just, hè. Copain, je bent een dure vogel, hè. Ja, je hebt nu toch een echte boom in huis. Met macht. Zalig kerstfeest, hè. Vals gelijken, hè. Allee. De vuur met ballen. Broeders en zusters, in deze donkere dagen kijken wij hoopvol uit naar de komst van Jezus Christus, de Messias. Joke, hoor, die gaat over onze zoon. Mogen met kerstmis Jezus dan ook in ieders hart komen. We moeten de mensen wel denken. Vreugde vervullen. Xavier! Sergeant Waterslag. Excuseer, de lachbare. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zijn uw naam. Lichaam van Christus. Amen. Eentje voor ons neerroken, hè? En, chic genoeg? Maar doe toch gewoon al die chichi. Allee, Bieke, voor die ene avond, hoe vind je mij? Schitterend, je wordt de ster van de avond. Ah, voilà, zij. Oh. De volgende ster. Ja, roeren, gij, roeren. Allee, een kwartel. Hun kieën. Hun keien? Ja, dat is hun keien. Ik ga dat nooit onthouden, hè. De kei au sauce de vin. Allee, waar ben jij mee bezig? Wel, mijn Frans aan het bijschaven om eens mijn onkel Jeroen te kunnen klappen. Maar die spreekt toch Nederlands? Ja, en ik spreek Frans, hè. Zeg, ma, dat vlees, moet dat gewoon open? Oh, met een zwart zoete straat. Oh. Het valt nog mee. Opletten, hè, jongen. Opletten, hè. Sorry, ma. Allee, zie dan nu. Het is nog niks is er hier klaar. En straks staan ze daar. Oh, mijn decolleté is veel te bloot. Mijn parels. Waar zijn mijn parels? Bieke, mijn parels. Zeg, maak al meer nu toch eens. Jij bent precies een kip die moet leggen. Ik zal maar kalmeren als dat hier allemaal achter de rug is. Mark, doe mijn parels om. Ikke? Ja. Zijn jij zeker, ma? Ja, zou ik het u anders vragen? Allee? Ik vind dat slotje niet. Bij mij, Markske. Bij mij. Ah, ja. Oh, zijn er. Madeleine. Zusje. Welkom op mijn kerstdiner. Cher Jérôme, bienvenue dans mon maison. Dank u, Pascal. Het is heel lang geleden. Oh.
Maar u bent nog even te charmant als altijd. Oh, Jérôme, vous me faites... Allez, blozen, hoe zegt u dat nu? Vous me faites devenir tout chaud et rouge. Ah, en ons beacon is hier, zie. Oh, maar jij bent mooi geworden. Ja, sommige mensen hè, die worden mooier met ouder worden. Dag, tante Madeleine. Kende mij nog? U ga ik nooit vergeten, Mark Vertongen. Het heeft mij 3 maanden gekost om de schade te herstellen die jij op 1 dag hebt aangericht in mijn pralinefabriek. Ja, ik was in vorm, hè. Kom, Markske. Kom, kinderen, zeg eens goeiedag tegen onkel Jérôme. Dag, onkel Jérôme. Dag, Bianca. Bieke. Oh, excuseer me. Naar de laatste keer als ik je gezien heb, lag je nog in de wieg. Hè? Dag, onkel Jérôme. Hoe is het met Lambiek? Excuseer me, Jérôme. C'est l'amant de ma fille. Adominaar, is wel getrouwd? Nee, 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 Jérôme, ze bedoelt de fiancé. Nee, nee, Frans was nooit haar sterkste vak. Pascal. Jérôme, je suis bien content que vous êtes venu en moi. Vous me plaisez très beaucoup. Dank u. Denk ik... Allez, Marc, faire les vestes. Onkel Jérôme, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en fait, j'ai rien compris. De mantelsmoed aanpakken. Ah, de mantelsmoed. Zodje. Voorzichtig met mijn nieuwe Max Marat, hè? Ik heb hem vorige week pas gekocht in Italië. Oh. Ik draag ook een nieuw ensembletje. Allee, zeg, je hebt aan kosten gedaan. Vind je die een klein beetje te bloot? Nu dacht ik echt eerst dat je iets geleend had. Van uw vriendin, hoe heet ze daar ook weer? Carmen. Ik hoop maar dat er niemand van mijn leerlingen mij zo ziet, hè. Oh, niemand zal u herkennen. Hola, we krijgen bezoek. Maar het is niet van de 3 koningen. Kijk eens, Jozef. Onze stal wordt ingenomen door valsrikken. Godzijdank, dan kunnen we naar huis. Maar niks daarvan, hè. De oorlog. Allee, kom hier. Kom op. Allee, hup, kom aan. Zeg, 100 kruiperkes. Bolle dier is af. Dat is hier wel onze stal, hè. Maar ja, meneer Boma heeft ons gevraagd. Wij blijven. Ah ja? De pastoor heeft mij gevraagd en die is onfeilbaar. Kom. Kom, Sjoeke, laat ze toch. Allee. Kom, jong. Kom. Kom aan. Jup. Allee. Jup. Allee. Bol het af. Doortje, kom, dan zijn wij weg. Monet, ik ben de maagd Maria. En daarmee basta. Ik ben een veel beter moeder gods. Is het niet waar soms? Eigenlijk vind ik Doortje het meest geschikt. Voilà. Jij bent blind zeker? Hoe kan u iemand met zo'n platte boezem de Messias grootbrengen? Bij mij zal hem er tenminste niet in stikken. Allee, kan een gescheiden vrouw die in zonde samenleeft met een onderwijzer de maagd Maria spelen? Voilà. Nu hoort je dat? Gij vuil tong. Kom, Paul. Ik laat mij niet meer beledigen. We zijn weg. Eindelijk naar huis. Oh, belang niet. We gaan aan de middernachtmis. Halleluja. Opgeruimd staat netjes. Kom, kinneke Jezus. Er is een kindeke geboren. Voilà. Jérôme? Nee, 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 niet voor Jérôme. Mon enfin, Madeleine. Nee, nee, hij lust dat niet. Oh, Bieke, zou jij een keer zo lief willen zijn van een glaasje water te halen voor uw onkel Jérôme? Dank u wel, alstublieft. Als het moet, ja. Allee. Santé op le nouvel Noël. Santé. Kijk, dat hebben wij zelf geknutseld.
Ja, dat vind je in de winkels natuurlijk niet, hè. Jérôme? Oh. Gezellig, hè? Ja. Oh. Echt kerstmis, hè? Zo allemaal samen. Ja. En hoe gaan de zaken, Madeleine? Oh, goed, ja, goed. Ah ja, het is de tijd van het jaar voor pralinen, hè? Ja. Ah, zijn die nu rijp? Grappig, maar je zou op tv moeten komen. Hè. Ik? Waarom? Zeg, Mark, vertel eens. Heb je al ander werk gevonden? Nee. Ah. En zijn er al trouwplannen? Ja. Nee. Ah. Interessant. Goed weer voor de tijd van het jaar. Oh, ja, in vergelijking met vorig jaar. Oh, wat leuk. Oh. Maar er zijn geen winters meer. Mm. Serieus? Waarom weet ik daar niks van? Je bent echt een droge komiek, hè? Nee. Als we eens aan tafel gingen, hè? Ja. Jérôme, si nous allions une fois à la table. Wel, ik ben curieus. Ik haal door de oeuvres. Kijk, ah, Jérôme. Voilà, des couilles aux sauces de vin. Non, des kaaien. Couillen, ce sont des vaches. De man van de koe heeft de couilles, maar de koe heeft geen couilles. Ja, Jérôme. Pascal, er was geen volk. Wauw, de kerstman! Oh, zalig kerstfeest, allemaal! Fernand, wat betekent dat? Fernand, dat is een vergissing, madame. Ik ben de kerstman. Ah ja, en wel kerstman of niet gestoord, dus dag kerstman. Hé, madame Pascal, jij gaat de verpersoonlijking van kerstmis toch niet op straat zetten? En zeker niet wat je van uw zuster hebt gezegd vanmorgen, hè? Wat heeft zij voor mij gezegd? Zet u bij, kerstman? Haha, dat hoor ik graag, zie. Zo, goedenavond. Aangename kennismaking. Madame, meneer, goedenavond. Ja, wat heeft mijn zuster over mij gezegd? Nee. Wel, dat zal ik u een keer direct vertellen, zeg. Zij heeft gezegd dat ze toch zo blij is dat jij haar zus bent. En dat ze toch zo bewondert. Maar nee? Jawel, Markske, dat heeft ze zelf gezegd. Ik heb het zelf gehoord. Zo. Amai, zeg, dat zijn kluisteraarsvogels, hè? Kwartels. Ah, kwartels. Zeg dat wel. Allee, we zullen dat eens proberen, hè? Excuseer mij, meneer. Dat is mijn bord. Oh, excuseer. Ik dacht dat jij geen honger had, hè? En, madame Madeleine, jij zit er nogal goed in, heb ik gehoord, hè? Geïnteresseerd in een stukje antiek? Nee, dat is meer mijn man zijn hobbytje. Ah, jij bent een antiekje. Nog iets schoon gekocht de laatste tijd? Oh, in Salon Louis XIV, in perfecte staat. Hè? Louis XIV? Man, ze hebben een goed liggen. Hè. Allee, Louis XIV, dat is niks meer waard aan de dag van vandaag. Dat zijn nog zo'n paar bedriegelijke antiquaires die daar veel geld voor durven vragen. Maar eigenlijk... Ik heb daar nog niets aan gehoord. Ah, natuurlijk niet. Dat is beroepsgeheim, hè. Hoe? Bent u... Ja, ja.
Oh, meneer Fernand! Ja, oh, ik ken. Dat is ook wel een toeval, hè? Fernand, wilt je alsjeblieft niet over uw zaken klappen? Dat is hier een familiefeest. Ja, maar ik ben geen familie, hè, madame Pascal. Zijn er niet geïnteresseerd om een bezoekje te brengen aan mijn galerie? Dat vuil rommelkot. Vuil, vuil, hela, hela, zeg, dat is het stof der eeuwen, hè? Van uw duiven, ja. Voor de laatste keer, meneer Fernand, wilt ge over uw zaken zwijgen? Ja, ik kan er niet aan doen, hè, madame Pascal. Dat is mijn beroep en mijn beroep, dat is mijn passie, hè. Ja. Allee, we zullen een keer aan die kwartens eens beginnen, zeg. Amai, zeg. Ho, ho, veel struis is daar ook niet aan. Amai, amai, wat een prutswerk. Oh, oeps. Oh, pardon. Fernand, uw baard. Maar het is koud in zo'n stal. Schaam u, zo drinken in het bijzijn van de Messias. Joke, ik bevrees. Jozef was geen alcoholieker, hè? Dat is door. Jozef en Maria hebben recht op privacy, hè? Joke, vind u niet op? We zijn geen apen in de zooi. Ga naar huis. Godver... Oh, dag, meneer pastoor. En wat vinden van uw kerststal? Dit kan helemaal niet, hè? Die hond. U ridiculiseert het hele kerstverhaal, mevrouw. Carbet, wat doet jij hier? Meneer Boma, wat heeft dit te betekenen? Ik had voor twee andere personen gezorgd, hè? Waar zijn die dan? De pist uit! Gelijk wij, als je ons toch niet goed vindt. Kom, Jozef. Voilà. Probleem opgelost. Ah ja? En mijn kerststal dan? Balke, straks komen we nog te laat in de pussycat. De pussycat? Gaat u soms naar dat oord van verderf? Soms niet. Altijd. Heel lekker beest. Meneer Boma, u zondigt niet alleen tegen het zesde gebod, gij zult niet onkuis zijn, maar u zondigt ook tegen het achtste gebod, gij zult niet liegen. Op mijn eerste communiezieltje, ik zal het nooit meer doen, meneer de pastor. U krijgt de kans om te boeten voor uw zonde. Zo niet... En Madeleine, wat vond je van mijn struisvogel? Niet slecht. Oh. Maar die we vorige week bij de burgemeester gegeten hebben, die was lekker, hè? Ah, wel, madame Pascal, dat is nu de beste struisvogel die ik van zijn leven gegeten heb, zeg. Ja, dat verbaast mij niks. Zeg, Fernand, uit uw manieren. Ja, Mieke, je mocht dat niet tegenhouden, ze, hè? Bon, ik ga het dessert halen. Ach, Pascal, ik ga mee. Ah, wel, meneer Jérôme, nu ga ik u een keer een glaasje uitschenken, zeg. En dan gaan wij daarna een keer in mijn winkel zien of ik u niks kan verkopen, hè. Oh, dank u wel, maar nee, ik mag niet drinken, nu helaas. Nu mogen. Het is maar één keer kerstmis. Kom, allez, één slokje, kom. Echt, ik zou het beter niet doen. Het is geen man die niet drinken kan, hè. Voilà. En de beste aankopen die gebeuren natuurlijk onder invloed, hè. Ja, eindelijk. Zo, zeg. Daar verlang ik niet al een jaar naar, hè. Ja, laat ze. Voilà. Hai. Kom, maar niet overdrijven, hè. Ja, kom. Onkel Jérôme, stop. Kom. Nee. Amai. De Xavier is er niks tegen. Ziet dat af, zeg. Jérôme, niet doen. Wat is er gebeurd? Zit daar maar niks tussen, hè? Onkel Jérôme heeft precies een drankprobleem. Een probleem? Nee, die kan dat heel goed. Jerry, kom eens, schei uit. Stel u aan. Ja,
Dat is al wat ik hoor. Hè. Gesteld u aan, schaam u. Mens, waarom denk je dat ik wil drinken? Hm? Ik weet het niet. Hè? Waarom? Al dat snobisme. Pascal, ik denk dat ik de verkeerde zus getrouwd ben. Oh, wat is Jérôme? Qu'est-ce que vous le dire là? Non, c'est la vérité. Jérôme, nu dat je toch zat, kan ik u geen schoon mingvaas verkopen? Gezwijgt, jij! Jérôme, kom, het is genoeg geweest. We gaan naar huis. Leuk, voor het vak je m'amuse hier. Merci, hè, dat je mij zo te schande gemaakt hebt. Maar ik? Het is niet mijn man in een alcoholicus, is hij Madeleine? Kom, onkel Jérôme, houd er mee op. Je hebt genoeg gedronken, hè? Als je me een kus geeft, hè? Ja, zeg maar. En die kan dat goed, hè? Ja, ja, dat is wel genoeg, hè? Kom, zo is genoeg. Jérôme, kom, ga naar huis. Maar ik wil bij je, Pascal, blijven slapen, hè? Of bij Bieke. Merci, merci, Pascal, voor uw kerstdiner, maar ik zal het onthouden, hoor. Maar heb jij mama klein? Oeh, en de cadeautjes? Amai, zeg, Pascal. Je schoonbroer van u is maar dat een zatlap, zeg. Maar je moet dat van de positieve kant bekijken, hè. Van de positieve kant? Nou ja, nu is er toch een heel taart verveeld. Allee, geef me daar eens een stukje van, zeg. Ah ja, een stukje. Plezant kerstfeest en een balkje. Ha ha ha.